Ja, daar zitten jullie dan. Met gespitste oortjes en op zoek naar inspiratie, denk ik, hè, vanochtend. Anders zat je niet al om 11 uur hier in deze prachtige stoeltjes. Wat ik heel leuk vind, is dat achterin de toekomst zit. Want ik heb net even gecheckt, wie zijn jullie? En er zitten allemaal mensen van de opleiding Social Work. Dus gaan jullie even staan, dat vinden we gewoon even leuk. Joehoe! Geef ze even alvast een lekker applausje. Come on, laat je even zien. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat je gewoon ergens denkt van dan schuif even lekker achter in donker in die bankies. En dan gaat zo iemand zeggen van ga even staan, killing. Nou, vanaf nu mag je blijven zitten. Vanaf nu beloof ik ook dat ik niemand van jullie ineens verras met ga even staan of wat dan ook. Ik ben Alice Faber. Nou, speciaal voor mij, zodat ik het niet vergeet, staan er ook de namen geprojecteerd van de rest van de gasten. Dat is hartstikke handig. In grote lettertype ook, dus dat kan ik ook allemaal lezen. Wat natuurlijk heel interessant is, en is bewust gekozen voor deze titel, voor deze talk, omdat we ook in roerige tijden leven. En dat polarisatie natuurlijk iets wat, nou, je hoeft maar televisie aan te zetten of de krant open te slaan. En dan denk je misschien ook, ik zet er weer uit of ik doe die krant weer dicht. En dan hebben we wel behoefte aan mensen die echt, wat jij net ook al zei, kennis ergens van hebben. En mensen die een grote staat van dienst hebben. Nou, dan kom je toch bij Misha de Winter. Ook al zou hij zichzelf misschien helemaal niet zelf zo introduceren. Maar wie van jullie heeft al zijn eerste boeken gelezen? Is al heel lang met deze man meegegroeid in, als je iets wilde weten over opvoeden en hoe het eraan toe gaat in wijk, heeft dit al een beetje als leidraad meegenomen. Steek even je hand op. Kijk, draai jij eens even om, Misha. Je kijkt niet. Nou, ik kan het je vertellen. Er zitten hier fans van het eerste uur. Maar het is natuurlijk heel erg fijn dat jij niet zo'n eendagsvlieg was, vlieger was die dan even voorbij kwam. Maar dat je gewoon door de jaren heen steeds meer je bent gaan verdiepen in jongeren en sociale cohesie. En dat je zelfs dacht van, hey, wacht eens even, ik ben er nog niet. Ik ben toe aan een volgend boek. Medemenselijk opvoeden, daar ga je straks waarschijnlijk vast iets over vertellen. En voor de mensen die dat fijn vinden, kunnen het na afloop ook in het café hiernaast kopen. Vond Misha ook niet nodig dat ik dit PR-praatje ging houden, maar ik zelf vond dat gewoon wel belangrijk. Want ik vind het toch wel leuk dat er nog steeds boeken gekocht en gelezen worden. Gaan jullie lekker zitten ondertussen? Wat gaan we doen? We gaan eerst het podium vrijmaken voor Misha. Daarna gaan we iets verder in gesprek over hoe gaan we dat dan doen, die vreedzame wijken. En daar hebben we twee gasten die daar veel over weten, die er hard aan werken. Maar er zitten hier vast nog mensen uit andere wijken. Steek even je hand op als je ook in een wijk werkt. Goed. Oosterpark. Oosterpoort. Zelwert. Paddenpoel. Vinkhoezen. Kijk, hè, ze zijn er. Daar ben ik op gegroeid. Vind ik altijd leuk om even... roep nog eens zelf wat ik vergeet. Hoogkerk, hoe komen we dat nou vergeten? Nog meer. Bijum. Ten Boer? Waar zit Ten Boer? Ah. Wat heerlijk dat je er bent. Je was ook echt op tijd. Nog meer. Corpus den Horen. De Weijert. Oosterhoogbrug. Haren. Ik dacht Marum, dat is toch een heel... Haren. Nou, zijn we er dan allemaal? Oké, jullie met z'n allen vertegenwoordigen die prachtige stad. En al die mensen die daar wonen, al die kinderen die naar school gaan. En zijn allemaal een beetje de verbinders, het smeermiddel en noem maar op. Maar we hebben echt wel behoefte aan even weer wat zinnige praat van jou, Misha. Over hoe nu verder in deze tijd. Het podium is voor Misha. Geef hem applaus. Nou, dankjewel Alice. Goedemorgen allemaal. Nathan, dankjewel. Dit was een prikkelend begin. Dus ik moet nu kennis overdragen. Kennis is macht, dus ik heb de macht. Nou, ik kan je vertellen, het mooie van mijn vak, wetenschapper, is dat tegenspraak is de kern van ons vak. Dus niets is zo mooi als iets vertellen en dan vervolgens met anderen in discussie gaan of dat eigenlijk allemaal wel juiste interpretaties zijn. Dus ik vond het een heel mooi waarwoord wat je aan het begin zei. Dank je wel daarvoor.
Ik heb een hele geschiedenis met Groningen. Ik kom hier niet vandaan, maar wij doen al jarenlang met allerlei mensen onderzoek naar de vreedzame school, de vreedzame wijk. We begonnen ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bijum, als ik me niet vergis. We hebben veel samengewerkt met de helaas veel te vroeg overleden Jeanette Doornenbal van de Hogeschool. Dus ik, in zekere zin, ik moest wel heel vroeg opstaan vanochtend, maar ik voel me wel helemaal thuis hier. Ik ga het met jullie hebben over het thema van vandaag, van polarisatie naar verbinding. En natuurlijk over vreedzaam. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die niet precies, of die daar nog nooit van gehoord hebben. Ik denk een jaar of 20 geleden begon dat met een vreedzame school in de Utrechtse achterstandswijk Overvecht. Daar waren heel veel gedragsproblemen. De docenten zeiden van ja, we zijn bijna een soort politieagent aan het worden, in plaats van dat we nog aan lesgeven, aan vorming van kinderen toekomen. En toen kwam men in aanraking met een programma uit de Verenigde Staten, waarin kinderen zelf leerden op school om als mediator op te treden, zelf conflicten op te lossen. Nou, dat programma is langzamerhand uitgebouwd tot een heel programma voor wat wij noemen democratisch burgerschap. En inmiddels is het niet meer die ene school in Overvecht, maar zijn het meer dan 1000 basisscholen in Nederland die dat programma werkt. Dus dat vind ik wel heel mooi. En inmiddels is het natuurlijk sinds een groot aantal jaren dat programma ook uitgebreid naar de wijken, hè, de vreedzame wijk. Ik ben pedagoog, dus ik denk na over vorming, over opvoeding, over onderwijs, over opvang. Er zijn natuurlijk allerlei inspiratiebronnen daarvoor. En één hele belangrijke vind ik Lea Dasberg. Lea Dasberg was een pedagoog de vorige eeuw. Hield een reden in 1980, dus dat is al verschrikkelijk lang geleden inmiddels. Maar dat ging over de pedagogiek van de hoop. En dan denk je, ja, dat klinkt een beetje wazig. Maar wat zij zei was, er komen op jonge mensen zoveel dingen af, toen nog via de televisie en de radio. We hadden nog nooit van internet en sociale media gehoord. Maar er komt, zij zei, heel veel op jonge mensen af. En dat zijn voor een belangrijk deel zijn dat allemaal dingen die negatief zijn, waar volwassenen heel bevreesd voor zijn. Toen ging het bijvoorbeeld over de zure regen. Daar hebben we al heel lang niks meer over vernomen. Misschien hebben sommigen daar nog nooit van gehoord. Maar dat was door de uitstoot van de industrie. We begonnen allerlei kerken af te bladderen, et cetera. Dus die lucht was. Dus daar maakten we ons druk over. Over natuurlijk allerlei burgeroorlogen. Van alles en nog wat. En Dasberg zei ja, maar wat betekent dat nou voor jonge mensen? Als dat nieuws zomaar ongefilterd op hen afkomt. En wat ze zei is, jonge mensen die hebben natuurlijk, om zich gemotiveerd te weten, om zich te willen ontwikkelen, hebben ze ook hoop en perspectief nodig. Hè? Levenslust, optimisme. Dat is als het ware de motor van de menselijke ontwikkeling. Als je geen hoop kunt koesteren, geen perspectief hebt, dat je kunt bijdragen aan een betere wereld. Ja, waarom zou je dan in hemelsnaam inspannen? Waarom zou je dan druk maken? Waarom zou je dan inzetten? He? Dus zij had het over de pedagogiek van de hoop. En ik heb eigenlijk na die lezing van Dasberg over die hoop in mijn eigen vakgebied nauwelijks meer iets vernomen. He? Want dat was niet goed meetbaar en het was een beetje vaag. Maar ik denk zelf dat het in deze tijd, juist in deze tijd, ongelooflijk actueel is. Want natuurlijk hebben ook hele jonge kinderen, krijgen al via de sociale media en via allerlei, krijgen ze echt maar ongefilterd al die informatie over de klimaatcrisis, over Gaza, over de oorlog in de Oekraïne, krijgen ze allemaal binnen. En wat doen ze daarmee? En Dasberg zei eigenlijk al, wij als opvoeders, als volwassenen, moeten eigenlijk moeten daar dichtbij staan. Wij moeten helpen die jonge mensen. We moeten ze helpen om betekenis te geven aan dat wat er gebeurt. Dus zei ze, we moeten dat slechte nieuws niet voor ze weg proberen te houden. Dat kan niet eens meer. Maar wij moeten met ze nadenken, misschien onderzoek doen over of er perspectief in zit. Hè? Ik geef maar even een voorbeeld. Er zijn natuurlijk allerlei oorlogen aan de gang op dit moment. En die lijken ongelooflijk uit
uitzichtloos. En als jongere zou je het gevoel kunnen krijgen van, nou, dat is onoplosbaar. Hè? Want als je er middenin zit in die tijd, lijkt dat zo, dat het dat het onoverkomelijk is. Nou, wat we doen met kinderen bijvoorbeeld, is nadenken over de vraag van, ja, er zijn conflicten in de wereld. Maar zijn er ook plekken waarop mensen dat met elkaar opgelost hebben? En ik geef zelf altijd het voorbeeld van Noord-Ierland. Hè, waar jaren en jaren en jaren lang mensen elkaar de hersens hebben ingeslagen vanwege hun geloof. Nou, dat heeft heel veel slachtoffers gekost. Net als nu in al die oorlogen en burgeroorlogen die er zijn. Maar uiteindelijk zijn mensen er met vallen en opstaan ingeslaagd om daar een soort vreedzame coexistentie te bereiken. En dat is voor jonge mensen natuurlijk heel hoopvol. Dat blijft je een beetje de moed geven om te denken van, ja, er gaan dingen fout, maar er kunnen uiteindelijk ook dingen weer goed gaan. Dat is de inspiratie van Dasberg, de pedagogiek van de hoop. Nou, er is natuurlijk in deze tijd ook van alles aan de gang rondom jeugd. Er is eigenlijk altijd iets aan de hand met de jeugd. Interessant, mijn promotor Harry Peters die schreef ooit een boek over de jeugd in de middeleeuwen. Dus over hoe er in de middeleeuwen werd gedacht over de jeugd. En die eindigde dat boek met een prachtige zin. Namelijk, geen jeugd is zo verdorven als de laatste. Dus elke generatie denkt weer dat het met de volgende generatie helemaal fout gaat. Ik weet nog dat mijn zoon in de derde klas van de middelbare school zat. En die kwam op een gegeven moment thuis en zei, pap, ik weet niet wat dat is met die bruggers van tegenwoordig. Was net 2 jaar brugger af. Wat is er dan aan de hand? Ja, die lopen te klagen over dat huiswerk en over zware boekentassen en zo. Ons hoorde je daar niet over in onze tijd, zei hij. Ja. Dus dat gaat heel snel. Nou, er is in deze tijd natuurlijk ook, dat is het interessante. Er is altijd, jongeren nemen altijd andere afslagen. De maatschappij verandert dus ook. Opvoeding, onderwijs, opvang, welzijnswerk. Hè? Ja, gaat daar natuurlijk in mee. En een van de dingen die natuurlijk een rol speelt in deze tijd is de enorme, ook al zien we dat zelf niet, de enorme individualisering. Hè? De enorme individualisering. Dus het gaat om je eigen talenten. Daar is het onderwijs natuurlijk ook helemaal op ingericht. Het gaat om je eigen belang, je eigen gevoel, je eigen identiteit. Hartstikke belangrijk dat het in deze tijd mogelijk is. Want een aantal decennia geleden lette niemand daarop. Daar was opvoeden, dat ging vooral over het inpassen van kinderen en van jonge mensen in de cultuur van de oudere generatie. En wat die jongeren daar zelf van vonden, dat maakte niks uit. Sommigen hadden het zelfs over dat opvoeden zoiets was als het breken van de wil van het kind. Moet je voorstellen dat we dat nu zouden zeggen. Dus zouden gevierendeeld worden, en terecht. Want men dacht, ja, als je die jongeren te veel hun eigen gang laat gaan, hun eigen wil, ja, dan worden dat kleine dictatortjes. En dan gaan ze zich misschien wel losmaken van de religie of van de cultuur van hun ouders. Dus dat moeten we niet hebben. Dus die wil moest gebroken worden. Nou, van de Weeromstuit zijn we helemaal doorgeslagen naar de andere kant, waar het individu op een soort troon is gezet. Nogmaals, dat is emancipatorisch, dat is bevrijdend, maar tegelijkertijd is daar ook een probleem. Want hoe kan je nou, en dat is voor mij een grote vraag, in mijn boek heb ik het over samenlevingspedagogiek, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat een samenleving met al die individuele belangen en al die individuele identiteiten, hoe we dan toch kunnen samenleven? Dat is nog niet zo makkelijk. Je kan dat op kleine schaal kan je dat zien, hoe moeilijk samenleven is. Ik weet niet of jullie wel eens kijken naar mijn favoriete televisieprogramma, De Rijdende Rechter. Waarin mensen elkaar 25 jaar het leven zuur maken over een overhangende tak. En kunnen dat probleem zelf nooit oplossen. Ja, dan komt die rijdende rechter en die hakt aan een knoop door. Volgens mij helemaal fout, want die zou aan mediation moeten doen. Hè? En niet iemand anders het probleem laten oplossen. Maar goed, daaraan kan je wel zien hoe ingewikkeld wij het als volwassenen vinden om problemen en conflicten met elkaar oplossen. Die inherent zijn, die horen bij ons soort samenleving. Hè? Nou, als het gaat om opvoeden, want ja, hier spreekt een pedagoog, excuus daarvoor, maar ik denk na over opvoeding en vorming en over onderwijs. En door die individualisering zijn we eigenlijk een beetje gaan denken dat opvoeding vooral gaat over het individuele geluk, de individuele zelfontplooiing. Nogmaals, niets ten nadele daarvan, maar er zit ook een andere kant aan die medaille. Want de manier
waarop wij met jonge mensen omgaan, waarop we ze lesgeven, waarop we ze proberen te vormen, die heeft ook heel sterk te maken met ons gemeenschappelijke belang, met ons gemeenschappelijke geluk. Hè? Want de manier waarop je opvoedt, waarop je onderwijs geeft, heeft ook een vormende invloed op de stand van de samenleving, op de stand van de democratie bijvoorbeeld. Als wij mensen, laat ik maar zeggen, heel sterk opvoeden, zodat ze alsmaar meer op zichzelf gericht zijn, dan wordt het steeds moeilijker om een samenleving te hebben waarin mensen ook mededogen met elkaar hebben, om maar een ouderwets woord te gebruiken. Waarin ze ook bereid zijn om samen te willen leven, zich een beetje in te schikken naar mensen die hele andere belangen en andere interesses en andere gevoelens hebben. Dus opvoeden zou wat mij betreft niet alleen maar over dat individu moeten gaan, maar zou ook over, nou ja, wat ik dan noem, medemenselijkheid moeten gaan. We moeten in het onderwijs en in de wijken moeten we situaties creëren, zeg ik altijd, waarin daar ook mee geoefend kan worden. Want omgaan met anderen, met mensen die heel anders zijn dan jij, andere identiteit hebben, ja, bedoel, dat hoef je niet leuk te vinden, die andere identiteiten. Maar je moet er wel mee leren omgaan. En we moeten wel met elkaar leren samenleven. Daar gaat het eigenlijk om. Nou, ja, er is altijd wat over opvoeding te doen geweest. Dit is een heel grappig plaatje uit, ik geloof, de 17e eeuw. Dit heet aanschouwelijk onderwijs. Want die man, dat is een dronken man. En die zit op zijn knieën met zijn billen bloot. En die krijgt het er van langs met de karwats van drie vrouwen. Een nachtmerriescenario voor elke man, denk ik. Omdat hij dronken is. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om die kinderen die door de ramen zitten te kijken. Hè? Dus dat is aanschouwelijk onderwijs. Nou, keihard. En heel streng en disciplinerend. En dat laat natuurlijk iets zien over hoe men dacht over, ja, hoe kinderen grootgebracht moesten worden in die 17e eeuw. Nou, dit heb ik net eigenlijk al gezegd. Dit zijn die citaten over, hè, geen jeugd is zo verdorven als de laatste. Ja, die zijn echt heel mooi. Hè? Je moet bedenken dat 400-500 jaar geleden is. Als de jeugd van tegenwoordig niet streng wordt aangepakt, dan trekken ze zich nergens meer iets van aan. En natuurlijk, een jongetje van 13 pleegt nu meer bedrog dan 10 robuuste kerels uit de tijd van onze ouders. Hè? Dus inderdaad, hè, er was altijd al een hoop te doen en we vonden al heel lang dat we strenger moesten zijn. Dat zie je ook uit dit krantenartikeltje van een aantal maanden geleden. Hè? We hebben sancties nodig om ouders te kunnen aanspreken op het gedrag van kinderen. En dit ging over jongeren die explosieven aanbrengen in portiekwoningen in een aantal grote steden. Wat moeten we daar nou aan doen? Ze waren ongrijpbaar. Nou, weet je wat, zeiden een aantal politici. We moeten die ouders aanspreken en straffen. Wat vinden wij daarvan? Is er iemand die iets wil zeggen daarover? Bent u daarvoor om ouders aan te spreken? U zegt wat? Ik denk wel. Ik denk van wel, want ik denk dat als je als persoon, dat je dan kinderen op de wereld brengt, dan ben je ook, ben jij de eerste verantwoordelijk. En dan kun je het niet, denken dat ze het op de BSO of op school moeten doen, want... Ik haal de microfoon even weg, want ik wil ook nog even naar uw jonge buurman, mevrouw. Nee, ik denk geen sancties, ik denk geen straf, maar ik denk eerder juist hulp in plaats van het bestraffen. Ik denk in veel gevallen dat een verkeerd effect heeft. Nou, ik hoopte al op deze twee verschillende antwoorden natuurlijk. Hè? Want dat betekent dus dat we met elkaar moeten nadenken. Er zijn verschillende methoden. Natuurlijk is dat een verschrikkelijk verschijnsel. Dat die portiekwoningen worden omgeblazen. Mensen schrikken zich helemaal een enorme schade. Maar je kunt daar op hele verschillende manieren op reageren. Je kunt zeggen, nou, die ouders, die spreken we dan aan. Nou ja, ik denk in ieder geval dat je de dialoog en het gesprek met die ouders moet aangaan. Want die verantwoordelijkheid hebben ze. Maar tegelijkertijd vind ik ook zeker dat jij een punt hebt. Dat je ook moet nagaan waarom jonge mensen dat doen en hoe die ouders daarin betrokken zijn, of ze er überhaupt iets van weten, of ze hulp nodig hebben om hun kinderen misschien te corrigeren. Nou, ik bedoel, discussiemogelijkheden of meningen genoeg hierover. Dan komen we bij de vreedzame wijk. Hè? En ik zei straks al, ja, vreedzaam is oorspronkelijk ontstaan
als reactie op een soort straffende houding die onderwijzers gingen aannemen. Omdat ze gewoon moeite hadden om een soort van orde in hun klassen te houden in die wijken. En het gevoel hadden dat ze alleen maar de politieagent moesten uithangen. En dat wilden ze niet. Want je wordt leerkracht of je wordt onderwijzer of je wordt opvoeder, beroepsopvoeder. Omdat je hart hebt voor kinderen. Omdat je iets positiefs met ze wil bereiken. Dus die docenten die vonden dat helemaal niet prettig. Maar die hadden geen handelingsrepertoire, zoals dat dan heet. Dus die voelde zich enorm aangesproken door die positieve benadering van vreedzaam. Nou, wat is nou een vreedzame wijk? Ik denk dat de meeste van jullie daar wel over gehoord hebben. Maar wat ik belangrijk vind om daarover te zeggen, is dat het een wijk is, let wel, waarin mensen het lang niet altijd met elkaar eens zijn. Het is niet van, we zijn een vreedzame wijk, we zijn allemaal lekker verbonden met elkaar, gezellig, we vinden allemaal hetzelfde. Want dat is natuurlijk niet de realiteit. Hè? Wijken bestaan uit heel veel mensen met heel veel verschillende belangen, met verschillende identiteiten. Hè? Dus tegenstellingen zijn daar als het ware in ingebakken. Daar moeten we van uitgaan. En we hebben soms dus allerlei verschillende belangen. Ik vind het zelf altijd een heel mooi voorbeeld. Dat was niet in Groningen, maar ik geloof in Hilversum. Waar de gemeente in overleg met jongeren had besloten dat er in bepaalde straten was te weinig te doen. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden een aantal trottoirtegels vervangen door tegels met een ingebouwd knikkerpotje. Hartstikke leuk voor die kinderen. Maar binnen 2 dagen was er een actiegroep van bejaarden. Die zei van maar er is al iemand over gestruikeld en die knikkerpotjes moeten weg. Nou, in al zijn simpelheid, dat laat zien dat er gewoon en terecht hele verschillende belangen kunnen bestaan. En we staan dus soms ook, en dat is polarisatie in deze tijd, heel fel tegenover elkaar. Hè? Want mensen hebben het gevoel dat als je ook niet meteen fel van leer trekt en niet meteen krachtige woorden gebruikt, dat ze dan überhaupt niet worden gehoord. En misschien hebben ze ook nog wel een punt. He? Als die bejaarde zou zeggen, soms hebben we wel een beetje last van die knikkerpotjes. Dat werkt in deze tijd niet meer. Je moet minstens gaan schelden op X of je moet een groep vormen, et cetera. Dus onze geschillen hebben de neiging om ook feller te worden, omdat mensen ook gehoord en gezien willen worden natuurlijk. Maar tegelijkertijd, een vreedzame wijk, en dat is, vind ik, het constructieve en het positieve daarvan, dat is een wijk waarin we echt werk maken van dat samenleven. Dat klinkt ontzettend makkelijk, maar samenleven, nogmaals, dat is in deze tijd complex, is ingewikkeld. Hoe doen we dat in deze tijd? In ieder geval weten we dat samenleven, vreedzaam samenleven, dat wil zeggen dat we niet alles van elkaar maar tolereren en goed vinden en mooi praten. Nee, vreedzaam samenleven betekent dat we elkaars belangen en elkaars visies en elkaars identiteiten respecteren en bereid zijn om met elkaar daarover van gedachten te wisselen, compromissen te vinden, conflicten op te lossen, et cetera. Want vreedzaam samenleven is de stelling natuurlijk, dat is ondanks al die verschillen die er zijn, voor iedereen gewoon veel prettiger. En dat is zeker prettiger voor jonge mensen die opgroeien in zo'n wijk. Want wat moet je nou met al die conflicten, die belangengebonden conflicten van oudere mensen. Is dat een prettige wereld om in op te groeien? Net zo goed als het niet fijn is om als jongere in een gezin op te groeien waarin enorme conflicten zijn, vechtscheidingen aan de gang zijn, is het ook niet fijn als je in een wijk opgroeit waarin, ik noem maar eens wat, de school en de ouders als tegenstanders tegenover elkaar staan. Ik weet niet of jullie dat weten, maar vroeger was het natuurlijk zo dat de school en de ouders behoorden vaak tot dezelfde zuil. Protestantse zuil, of een socialistische zuil, of een katholieke zuil. En daar zat een soort coherentie in. Maar in deze tijd is het zo dat het grootste deel van de scholen in Nederland, of je het gelooft of niet, heeft ieder jaar een budget gereserveerd voor, let wel, juridische bijstand tegen klagende ouders. Dus dat fenomeen, dat kennen we. En ik zeg altijd, ik snap het wel, dat mensen mensen gaan op hun strepen staan, gaan zich organiseren, gaan tegenover elkaar staan, omdat ze bijvoorbeeld vinden dat hun kind niet genoeg aandacht krijgt, of dat hun kind niet veilig is, of wat het dan ook zal zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat vanuit een pedagogisch oogpunt natuurlijk enorm funest is. Net zo goed als een vechtende ouders over de ruggen van de jongeren en van de kinderen heen.
dat funest is voor de ontwikkeling van kinderen, is ook de, zeg maar, de strijd, hè, tussen verschillende volwassenen over de hoofden van de kinderen heen, is voor hen zelf op zijn minst gezegd onaangenaam, maar ook heel ongunstig voor hun ontwikkeling. Nou, wat is een vreedzame wijk dan? Nou, in mijn ogen is dat een wijk waarin je actief leert samenleven. Dus samenleven is niet iets wat we in deze tijd zomaar vanzelfsprekend mogen veronderstellen. Dat is iets waar we actief aan mogen werken. Het is niet iets wat je vanaf de kansel kan prediken. Mensen, laten we allemaal gezellig, vreedzaam met elkaar samenleven. Nee, daar moet je voor vechten. Ik denk dat vreedzaam eigenlijk strijd is. Ja, en dat we daar heel actief mee bezig moeten zijn. En vanuit mijn vakgebied is het dan zo dat ik denk dat, dat je in alle situaties waarin met jongeren en met kinderen gewerkt wordt, dat je daar echt inspanningen voor moet verrichten. Ja? We geloven in het belang van actieve betrokkenheid bij de gemeenschap. Het bijdragen aan het algemeen belang. En het vreedzaam oplossen van conflicten. Samenleven is iets wat je niet in deze tijd zeker als vanzelfsprekend mag aannemen, maar wat je echt moet leren, waar we inspanningen met elkaar over moeten leveren. Nou, ik noem dat samenlevingspedagogiek. En voor degenen die niet uit dit vakgebied komen, in mijn vakgebied heb je aan de ene kant, dat is het grootste deel, de orthopedagogiek, die zich bezighoudt met individuele problemen, met stoornissen, ADHD, leerstoornissen, noem het allemaal maar op, gezinsproblemen van kinderen. Hè? Dat is de orthopedagogische kant. De andere pedagogische kant, die vroeger misschien sociale pedagogiek werd genoemd, ik noem dat samenlevingspedagogiek. En dat gaat vooral over dat opvoeding, wat ik straks al zei, te maken heeft en invloed heeft op de kwaliteit van het samenleven. Maar ook omgekeerd, dat de samenleving een hele belangrijke bijdrage zou moeten leveren aan de manier waarop kinderen opgroeien. Dus dat werkt twee kanten uit. En die samenlevingspedagogiek waar ik het over heb in dat boek, dat is een pedagogiek die gebaseerd is op de democratie. Hè? Die is, zoals we allemaal weten, ook op dit moment in deze tijd ter discussie. Maar godzijdank zijn verreweg de meeste mensen in Nederland geven de voorkeur aan democratie boven dictatuur. He? Dus dat is iets waar we eigenlijk nog wel van kunnen uitgaan en waarvoor we moeten strijden. Nou, in een democratie, in tegenstelling tot een dictatuur, wil je kinderen en jonge mensen geen ideologie opleggen. Want dat is antidemocratisch. Dat gaat niet. Je kan niet tegen het breken van de wil van het kind, waar ik het straks over had, dat is niet iets wat bij democratie past. Want in een democratie zijn mensen gelijkwaardig. Hebben ze gelijke rechten, gelijke vrijheden, gelijke verantwoordelijkheden, et cetera. Dus in een democratie wil je kinderen geen ideologie opleggen. En wat we ook niet willen, en daar moeten we goed over nadenken, want dat is wel een genre wat in deze tijd heel erg sterk speelt. In een democratie wil je eigenlijk kinderen ook niet als een soort object van gedragsbeïnvloeding zien. Ik weet niet of u dat precies kunt navoelen wat ik daarmee bedoel, maar we hebben allerlei wetenschappelijk bewezen methoden, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook ten aanzien van gezinsproblemen, waarmee we het gedrag van kinderen proberen te beïnvloeden. Wat die kinderen daar zelf van vinden, dat doet eigenlijk heel weinig ter zake. Want de wetenschappelijk bewezen methode is dat je, als je didactiek X of Y gebruikt in je klas, voor gedragsregulering, dat effectief is. En hoe die kinderen en die leerlingen en die jongeren daar zelf tegenaan kijken, dat doet eigenlijk niet ter zake. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat ook daar die jongeren als object gezien worden. Hun eigen stem ontbreekt als het ware. En dat betekent dat je daar wat mij betreft heel erg mee moet uitkijken. Want waar we mee bezig zijn is jonge mensen juist enthousiast te maken, te ontwikkelen. Zodanig dat ze ook een eigen stem, een eigen houding kunnen ontwikkelen. Samenlevingspedagogiek betekent dus eigenlijk dat je kinderen en jongeren beschouwt als mensen met een eigen stem. Met een eigen inbreng. Ze hebben eigen behoeften als medeburgers in die sociale wereld. Dat is het uitgangspunt ervan. Nou, dan kom ik bij de Amerikaanse politiek. Nee hoor, ik zal het niet over gaan hebben, hoewel de neiging groot is. Maar Hillary Clinton, die heeft alweer jaren geleden in een van de verkiezingscampagnes van Bill dit boekje geschreven. It takes a village to raise a child. De meeste mensen kennen die uitdrukking wel. Het is van oorsprong een Afrikaans gezegde.
Maar Hillary gebruikte dat in die verkiezingscampagnes. Want de Democraten, of de Republikeinen, die zeiden in die tijd: it takes a family to raise a child. Dus dat was gezinspolitiek. Het gaat allemaal om het gezin. En de Democraten, de progressievere krachten, die zeiden: nee, opvoeden is natuurlijk ook een taak van de ouders, maar je hebt een veel bredere gemeenschap nodig die betrokken zijn bij kinderen, die kinderen helpen op te voeden. Nou, dat idee van it takes a village to raise a child, dat is natuurlijk een beetje, we kennen niet meer zoveel villages, hè, maar het gaat eigenlijk om de gedachte dat als jonge mensen opgroeien, dat je daar een heel sociaal netwerk voor nodig hebt. Hè? Zeker als de kinderen wat jonger zijn. De wereld is complex, dus ouders kunnen dat eigenlijk niet alleen aan. En het interessante is, het is natuurlijk politiek geworden toen, maar het interessante is dat Hillary vanuit wetenschappelijk oogpunt beredeneerd gelijk heeft gekregen. He, want er is heel veel onderzoek, ik zal niet te veel kennis overdragen, want dan maak ik mezelf te machtig, maar er is heel veel onderzoek wat laat zien dat als kinderen opgroeien in een wereld waar meer volwassenen dan alleen maar de ouders zelf alleen, als meer volwassenen een kind of een jongere kennen, he, bij ze betrokken zijn, kennen en gekend worden is een heel belangrijk principe, dan doen die kinderen het in hun ontwikkeling aanzienlijk beter op allerlei vlakken dan wanneer je als jongere in een isolement van je gezin opgroeit. Dus die wereld om je heen, dat sociale netwerk, is ook een buffer tegen allerlei dingen die fout kunnen gaan. Bijvoorbeeld kindermishandeling komt het meeste voor bij mensen die in isolement hun kinderen opgroeien. Dus dat sociale netwerk is enorm belangrijk. En dat is één van de redenen waarom dat idee van die vreedzame wijk, hoe verschillend we ook allemaal zijn, en we hoeven echt niet allemaal hetzelfde te vinden, maar dat is één van de redenen waarom die vreedzame wijk zo'n belangrijk fenomeen is, waar we echt aan moeten werken en ons best moeten doen om dat in stand te houden. Omdat het een manier is, gebleken ook, om de verschillende mensen die bij jongeren betrokken zijn, in de eerste plaats ook de jongeren zelf, hè, om die zeg maar bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te brengen. De scholen, de kinderopvang, de politie, de jongeren, de ouders, et cetera. Dat is hartstikke moeilijk, want iedereen heeft allemaal zijn eigen perspectieven. Maar vanuit het perspectief van de jongeren gezien is dat juist precies waar het om gaat. Hè? Nou, wat moeten we nou voor jongeren bevorderen in zo'n vreedzame wijk? Ik zei al, kennen en gekend worden is heel erg belangrijk. Er is een heel mooi lijstje, moet je maar eens opzoeken als je daarin geïnteresseerd bent, van het Nederlands Jeugdinstituut. Die hebben factoren in kaart gebracht op grond van wetenschappelijk onderzoek en op grond van heel veel literatuur, die bij kunnen dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van jonge mensen. He, want we zijn eigenlijk het omgekeerde gewend. We denken in risicofactoren. Waar moeten we op letten dat het niet fout gaat met de jongeren? Vandaar dat we ook al die lijstjes tegenwoordig bijhouden, monitoren van de ontwikkeling van jongeren. Zij hebben een soort omgekeerde denkwijze ontwikkeld. Namelijk niet afvragen waar kan het fout gaan, maar wat helpt nou bij de ontwikkeling van jongeren? Er is een hele lijst van, de top 10 van protectieve beschermende factoren heet dat. Maar bovenaan staat sociale binding. He, dus dat zegt eigenlijk dat als je als jongere het gevoel hebt dat je gezien wordt, dat je bestaan zin heeft, dat je erbij hoort, dat je er ook toe kunt doen in je omgeving. Dat gevoel, dat draagt enorm bij aan de ontwikkeling van je emotiehuishouding, van je psychologische welbevinden, van het leervermogen, van je motivatie, et cetera. De tweede is, op die top 10, de kansen voor betrokkenheid en participatie. En dat gaat over ons als volwassenen. Werkzaam in een vreedzame wijk of ergens anders. Op een school, in het jeugdwelzijnswerk, op allerlei plekken. Welke kansen bieden wij jonge mensen eigenlijk voor betrokkenheid en participatie? Hoe vaak geven wij de gelegenheid om met ze in dialoog, in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de leefbaarheid van de wijk? Of hoe ze de sfeer eigenlijk op school vinden, of wat dan ook. He, dus de kansen die wij creëren, de ruimte die we als het ware maken, he, voor betrokkenheid en participatie, is een hele belangrijke factor die ontwikkeling mogelijk maakt. En dat klinkt ontzettend vanzelfsprekend. Wie zou dat nou niet willen die hart heeft voor jonge mensen, bijvoorbeeld door in het onderwijs te werken? En toch is het iets wat je altijd moet blijven herhalen en bedenken. Want
heel veel professionals. Ja, jullie op de, in de sociale sector daarachteraan leren natuurlijk al het omgekeerde. Maar heel veel professionals worden en zijn opgeleid met het idee van dit en dit en dit zijn effectieve methoden om met jongeren om te gaan. Bijvoorbeeld in het onderwijs of in de hulpverlening. Evidence-based werk heet dat. Ik noem het altijd het evidence-based met EEST. He, omdat dat, ja, dat is een soort methode waarbij je eigenlijk, zoals ik straks al zei, vanuit het laboratorium redeneert wat goed is voor kinderen en het die kinderen zelf niet meer vraagt. He, dus dat is voor jonge mensen heel belangrijk. Dit is een wat minder bekend begrip, agency. Ik zal vertellen hoe ik daarbij kom. Het is natuurlijk een Engels woord. Het betekent zoiets als handelingsvermogen. Geef een voorbeeld. In de coronatijd. Toen zat ik al heel snel, werd ik gevraagd in een commissie van burgemeesters en wethouders en mensen uit de regering en wetenschappers die zich bogen over de vraag, wat betekenen al die beleidsmaatregelen nou? Hè, dus schoolsluitingen, al die dingen die we toen hadden. Wat betekent dat nou eigenlijk voor jonge mensen? En mijn taak was om daar heel snel onderzoek te doen wat de impact was op jeugd. Dus ik ging met heel veel jongeren praten in een hele korte tijd. En mij viel één ding al heel snel op. Namelijk, jongeren die zeiden, ja, luister eens, al die maatregelen, zoals de lockdowns, et cetera. Dat snappen wij best, dat dat nodig is. Hè? Maar zeker in het begin van die crisis. We snappen, en wij willen ook niet onze opa's en oma's in gevaar brengen door ons niet aan die maatregelen te houden. Dus we snappen best dat dat nodig is. Alleen wat ons ongelooflijk dwars zit, waar ze ook echt boos en gefrustreerd en soms ook heel woedend over waren, was dat niemand het met ze daarover had. Hè? Dus het kwam eigenlijk allemaal top-down. En die maatregelen kwamen natuurlijk heel vaak bij jonge mensen terecht. Ze mochten niet meer sporten. Je kon niet naar school rondhangen op straat. Ik was in Kanaaleiland in Utrecht. Ja, daar liepen boa's rond. Die de opdracht hadden, als je meer dan 3 jongeren bij elkaar ziet, dan moet je ze een bekeuring geven. Want dat mocht niet. Nou, de jongeren waren vooral woedend over het feit dat niemand het met ze daarover had. Dat ze er niet hun eigen mening over konden zeggen of alternatieven konden bedenken, et cetera. Nou, dat bracht mij op de gedachte van, ja, wat die jongeren is ontnomen, dat is hun agency, hun handelingsvermogen. De eigen regie, hè, die je over je bestaan hebt, ook met elkaar. En we weten, hè, ook weer uit onderzoek, dat als mensen, dat geldt voor volwassenen, maar dat geldt ook voor jonge mensen, als mensen het gevoel hebben dat alles buiten hen om wordt bepaald, dat is heel erg slecht voor jouw welbevinden. He, voor je emotiehuishouding, voor je ontwikkeling, zal ik maar zeggen. He, als je geen eigen regie, zeker ook niet met elkaar, als je het gevoel hebt van ik kan niks veranderen in wat daar om mij heen gebeurt, dan is dat een hele ongunstige factor. Dus het omgekeerde, denk aan die positieve factoren van die top 10 waar ik het net over had. Het omgekeerde is heel belangrijk als je ontwikkelingsruimte voor jongeren wil maken. Dus agency, handelingsvermogen. Nog een klein voorbeeldje. Mijn kleinkinderen waren basisschoolleerlingen toen die lockdowns er waren. En op een gegeven moment was dat gelukkig afgelopen. Kregen ze een mailtje van de school, van de basisschool. Jongens en meisjes, godzijdank mogen we... Nee, dat stond er natuurlijk niet. Gelukkig, want het was een openbare school. Gelukkig mogen we volgende week weer naar school. Maar ja, jullie weten dat het nog best gevaarlijk is met dat virus. Dus we gaan ons aan de volgende regels houden. Zo stond het dan. Nou, dat was natuurlijk handen schudden, niezen, anderhalve meter, et cetera, et cetera. Ik vond dat een pedagogische blunder van de allereerste orde. Wat op bijna alle scholen, niet in Groningen, maar op bijna alle scholen in Nederland gebeurde. Want voor hetzelfde geld, hè, vanuit deze gedachte van agency, zou je tegen die jonge mensen kunnen zeggen, tegen mijn kleinkinderen onder andere, je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, hartstikke fijn dat we weer naar school mogen. En natuurlijk is het nog gevaarlijk. Dat virus is er nog altijd. Dus we gaan met elkaar nadenken over hoe we dat op een veilige manier kunnen doen. En als ik dat zei, dan zeiden mensen, ja, maar dan gaan ze zich niet aan die regels houden. Nou, echt het omgekeerde is absoluut waar. Als je jongeren, als je kinderen, dat geldt voornamelijk voor jongere kinderen. Als je jongere kinderen zelf regels laat verzinnen, dan worden ze vele malen strenger dan wij met z'n allen kunnen bedenken.
Ik heb ooit een jongetje meegemaakt die in een project wat we hadden over... Hè, wat ze zelf hadden bedacht, regels tegen het pesten. Die zei aan het eind van het project... ja, als iemand, we hebben dat allemaal zelf bedacht, al die regels tegen het pesten. Als iemand nou nog een ander kind pest, die moet dan maar de doodstraf krijgen. Evidence-based methode, het werkt effectief, hè? Ja. Maar goed... Waar dit over gaat, is dus dat je het lijkt vanzelfsprekend als je zegt agency, kans op betrokkenheid en participatie. Maar dat is het nog lang niet. Hè? Volgend op die adviezen die wij toen hebben gegeven, zijn wel toen in heel veel steden wethouders met jongeren gaan praten. Dat werd iets meer, maar natuurlijk lang niet genoeg. En daarna verdween het op heel veel plekken ook weer. Wat moeten we doen voor jongeren in een vreedzame wijk? Nou, dus behalve die participatie en die agency, wat mij heel erg bezighoudt is... We hebben een samenleving die polariseert, aan het verbubbelen is, zal ik maar zeggen. Hè, waarin mensen elkaar eigenlijk, ook jonge mensen, eigenlijk steeds meer in hun eigen bubbel kruipen of terechtkomen. En steeds minder communiceren met mensen die in andere bubbels zitten. Voorbeeld uit mijn eigen stad, uit Utrecht. Daar heb je een spoorlijn die de achterstandswijk Overvecht onderscheidt van Tuindorp. Hè, waar de halve universiteit woont. Iemand van de gemeente Utrecht, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben... maar iemand van de gemeente heeft uitgerekend dat de kans... dat die kinderen met elkaar in aanraking komen, op wat voor manier dan ook... is minder dan 4%. Over verbubbeling gesproken. En dat was een onderzoek van 10 jaar geleden. Dus wat belangrijk is in deze tijd, naar mijn gevoel, is dat we de nieuwsgierigheid van mensen bevorderen naar mensen die anders zijn, in andere bubbels terecht zijn gekomen dan jijzelf. En ik weet dat er op allerlei scholen zijn er tegenwoordig nieuwsgierigheidsprogramma's, maar als je daar goed naar kijkt, dan gaat dat over natuurwetenschappelijke dus over medische kwesties of over het klimaat. Allemaal hartstikke interessant, belangrijk, prachtige methodes. Maar over sociale verschijnselen, nieuwsgierigheid naar anderen, gaat het eigenlijk nauwelijks. En ik denk dat als je met elkaar wil leven in een gepolariseerde tijd, in een verbubbelde tijd, hè, waar we toch ook met elkaar moeten samenleven, dan is het ongelooflijk belangrijk dat we van jongs af aan proberen te stimuleren dat kinderen ook nieuwsgierig worden naar mensen die anders zijn dan zezelf. En helaas zit dat niet in ons DNA ingebakken. Dat gaat niet vanzelf. Als we daar niks aan doen, dat kan ik u verzekeren, dan gebeurt dat niet. He, want die neiging om je aan te sluiten en om je te focussen op mensen die net zo zijn als jezelf. Denk maar aan al die verschillende jongerenculturen die er zijn en kleding, et cetera. Als we dat niet heel actief bevorderen en stimuleren, gebeurt dat niet. Of gebeurt dat veel te weinig. En ik denk juist dat we dat in deze tijd enorm hard nodig hebben. En hoop en perspectief is natuurlijk, maar dat heb ik straks al gezegd, iets waar ze... Ik zie dat ik nog maar 1 minuut en 47 seconden heb en ik ben net begonnen. Ik heb even gevraagd of als die meter nou op 0 komt, of er dan hier een luik open gaat, waardoor ik... Ja, antwoord was ja. Nou, ik ga dan maar een paar dingen overslaan. Misschien kunnen we een methode verzinnen waarop jullie die slides een keer kunnen zien. Je kan het ook in het boek lezen. Dit is agency, het vermogen van jongeren om bewust te handelen. Hè. Vooral ook met elkaar, hè. Collectieve agency. Met elkaar werken aan het vormgeven van je eigen omgeving. En volgens mij zijn jullie daar al een heel eind mee bezig. Nou, dit gaat over sociale nieuwsgierigheid. Dat baseer ik ook een beetje op Hannah Arendt na de oorlog. Die zei van, we moeten mensen, jonge mensen ook van jongs af aan mee leren om op reis te gaan in de gedachtenwereld van anderen. Is precies hetzelfde idee. Hè? To go traveling in the thoughts of others. Een hele mooie gedachte. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje samenvattend. We moeten naar een meer gedeelde opvoedingscultuur. Dat zijn die sociale netwerken. Waarbij de kinderopvang en de consultatiebureaus en de scholen en de moskeeën en de kerken en de gemeente niet te vergeten, die wat mij betreft een stimulerende rol in dit geheel heeft, betrokken moeten zijn. We moeten, als we het belangrijk vinden om op een democratische, humane, medemenselijke manier met elkaar samen te leven, ondanks al onze verschillen, is de boodschap, werk eraan, want als je dat niet doet, dan gebeurt het niet vanzelf. En misschien gaan we dan zelfs de omgekeerde richting uit. En de uitdaging is, hoe doe je dat nou zonder mensen ideeën op te leggen, hè, waar ik het over had.
Ja, en dat begint met vertrouwen. Hè? De basisvraag moet zijn, wat vinden jonge mensen belangrijk in deze tijd? Dat kunnen wij niet zomaar weten. Wat vinden ze waardevolle doelen in hun leven? En welke belemmeringen komen ze tegen? En wat is er nodig om die belemmeringen te overwinnen? Dat is een beetje de theorie van Martha Nussbaum, de capability benadering. En de vraag is, wie voert dat gesprek nou eigenlijk? Hè? Ik ga een beetje te snel. Wie voert dat gesprek eigenlijk met de jongeren over deze kernkwestie? Aan wie is dat toebedeeld? Is dat de taak van de school? Nou, ten dele, want die hebben natuurlijk heel sterk te maken met de programma's die ze moeten af. Is dat de taak van de ouders? Nou, dat is de vraag of heel veel ouders dat doen. Ik hoop het wel. Maar in ieder geval wil ik laten zien dat dit gesprek, het voeren van dit gesprek met jongeren in een wijk, hè, in een wijk waarvan je wil dat die graag vreedzaam en humaan is, dat je dat gesprek voert. Dus we moeten werk maken van hun verbinding. Denk met jeugd na over hun waarden. Betrek ze actief. Geef ruimte aan hun ideeën en initiatieven. Hè, dus stimuleer die agency. En ik denk dat we moeten, ik weet de oplossing niet, maar ik denk dat we met de jongeren samen over manieren moeten denken waarop we die sociale nieuwsgierigheid, hè, crossing the borders of your own bubble heb ik het maar even genoemd, waarop we dat kunnen stimuleren. Hè? Want het is niet onze natuurlijke neiging om dat te doen. Maar ik denk dat het ongelooflijk hard nodig is in deze samenleving die anders eigenlijk alleen maar verder polariseert. En wat ik al gezegd heb, conflicten horen daarbij. We hoeven elkaar niet allemaal aardig te vinden en elkaars ideeën en gedrag te waarderen. Dat is inherent aan een samenleving waarin iedereen eigen en dezelfde rechten heeft. Die conflicten horen erbij, maar we moeten, wat er ook bij hoort, is dat we manieren gaan verzinnen en ontwikkelen om op een vreedzame manier die conflicten met elkaar ook vruchtbaar te maken. Nou, tot slot. Als iemand geïnteresseerd is, het moest allemaal een beetje snel, maar dat staat eigenlijk wat ik verteld heb allemaal in dit boekje. Dank jullie wel. Dank je wel. Je mag daar wel even gaan zitten, Misha, als je het goed vindt. En jullie mogen daar ook gaan zitten, want ik heb twee gasten en er gaan ondertussen ook een paar mensen snel weg. Ja, oh, naar de wc, moet ook gebeuren. Dat was mijn sociale nieuwsgierigheid. Ik wilde even weten waar je naartoe ging. Je hebt het vlotjes en duidelijk verteld. Ik kan me ook best wel voorstellen dat er misschien nog mensen zijn die bij sommige onderdelen dachten dat het ging me iets te vlotjes. Ik heb nog wel even een prangende vraag. Is er iemand die zegt, ik ben even blijven hangen in die presentatie bij een bepaald onderwerp waar ik nog even iets van wil weten? Dan steek even je hand op. Nee? Ja. Nou. Oh, helemaal achterin. Oké. Kun je hard roepen of zal ik naar je... Ja. Oh, kijk eens aan. Kom even deze kant op. Dit gaat me mee. Ik vind het te ver. Je bent te ver weg. Het lijkt alsof je best wel iets interessants te melden hebt. Nou, maar ik vind het veel te belangrijk. Ja. Nee, maar daar achterin werkt het niet. Heb je een vraag? Heb je een statement? Wil je iets? Nee. Ik heb echt een vraag. Een dilemma wellicht. Het is een. Je moet altijd het ding vasthouden. Want anders. Er kwam een artikel langs over een politieke wens om achter de voordeur te komen, zeg maar. En of dat dan met sancties moet of met hulp werd hier dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is, maar daar zit wel een belangrijke kern, denk ik. Want vanuit, ik werk zelf in het onderwijs en we proberen altijd heel veel met leuke projecten. Op een of andere manier te proberen dat die kinderen dus de borden van hun bubbel crossen. Okay, dus dat gebeurt best wel veel, denk ik. Alleen wat je zo ziet is dat eigenlijk heel veel dat die bubbels sterker worden en dat ook vanuit de gezinnen zeg maar die worden verstevigd en dan krijg je een moeilijk dilemma. Hebben we invloed? Ja. Wat je beschrijft is heel helder. Ja, dus je zegt van ja, eigenlijk gaat die verbubbeling wordt alleen nog maar sterker. Dat doen die ouders dan ook nog aan mee. En dan staan we. Welke school werk je? Nou, ik werk op de Hans Hogeschool. Ja. Nou, maar dat is toch een school? Ja. Hij werkt op de Hans Hogeschool. En je voelt een beetje de onmacht van, oké, het is een prachtig streven, maar hoe kan je nou dat proces beïnvloeden van ook nog die verbubbeling van die gezinnen? Was dat hem?
Ja, als je een vreedzame wijkopvoeding wil creëren, ja, dan heb je die ouders daarbij nodig en die mis je vaak zo. Die mis je vaak zo. Oké, okay. Hartstikke helder. Ja, okay. Dankjewel, ga nu maar weer terug. Hanze Hogeschool vraagt, die ouders heb je nodig en die mis je soms, omdat die ook zo zich terugtrekken in hun eigen bubbel. Ja, en ik hoorde hem ook zeggen van de kinderen die hebben in het begin zijn een beetje kleurenblind, dus die hebben weinig last van bubbels, maar dat wordt alsmaar sterker. Ja. Dat klopt, maar waar het mij om gaat is dat we eigenlijk voor die verbubbeling geen alternatief bieden. Mm-hmm. We denken, dat, we hopen, we bidden misschien sommigen dat niet zal gebeuren. En dat is niet zo. Het gaat de andere kant uit. En ik weet inderdaad ook uit onze eigen projecten. Hè, bijvoorbeeld wij proberen die samenwerking tussen de school aan de ene kant van de spoorlijn en aan de andere kant van de spoorlijn, ja, tot stand te brengen. Dat ging met die kinderen prachtig. Maar die ouders? En toen op een gegeven moment zeiden de Marokkaanse ouders die zeiden van Overvecht, die zeiden, ja, waarom moeten onze kinderen eigenlijk één keer in de week naar die andere? Ik bedoel, willen die ouders misschien ons lesleven lezen dat we niet goed opvoeden? Ja. En de witte ouders van de andere kant, die waren toch een beetje bang dat er spulletjes zouden gaan verdwijnen. Dus je zag het daar helemaal. Er zat geen echte intrinsieke behoefte. Nee. Maar men veronderstelde dat dat wel vanzelf zou gaan. En dat werkte dus niet. Dus dat betekent dat je ook met de ouders in een vreedzame wijk over dit soort dingen moet spreken. En zelf ook aan het woord moet laten over, ja, bedoel, hoe kunnen we dit doen? Als je dat van bovenaf oplegt, heb ik zelf door schade en schande meegemaakt, dan werkt het niet. Nee. Net als met jongeren. Als je jongeren iets vertelt wat ze zouden moeten doen, misschien vanuit een goed bedoeld perspectief, dan werkt het niet. Dus het, zowel bij die ouders als bij de jongeren begint het aan de basis. Nieuwsgierigheid. Wekt de nieuwsgierigheid en bespreek met hen zelf hoe je dat crossing van je own bubble, hoe je dat voor elkaar kan krijgen. En mensen zijn daar uiteindelijk wel toe geneigd om dat te doen. Zullen we eens even vragen in Leeuwenborg? Ja. Want Leeuwenborg zit hier vertegenwoordigd. Want het is wel een mooi bruggetje, denk ik. Ja, hier moet je het even mee doen, hè, daar achterin met dit antwoord. Maar ik denk dat het heel helder is. Ik neem aan, stel jezelf eerst even voor aan het publiek. Dan weten ze even wie je bent. En een aantal ken ik die hier zitten in de zaal, dus dat is heel fijn. Dus daar focus ik dan even op. Mijn naam is Hanna van Wijk. Ik ben bewoner in Leeuwenborg. Mijn kinderen groeien daarop. Ik ben onder andere juf op de Zwoerstee. Maar ik werk ook als karttrekker voor de Vreedzame Wijk. In eerste instantie vanuit mijn interesse als ouder van wat gebeurt er als mijn kinderen op straat zijn en wie zijn er nog meer op straat en hoe groeien de kinderen in mijn eigen wijk op. Ja, nu dus onderbreken vandaar natuurlijk, maar het is heel duidelijk, je kan vanuit verschillende perspectieven spreken hier. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Hè? Je bent juf, je bent ouder en je bent betrokken bij het project. Dus dat is al top. En hier zit Marion Klaarijs en ik ben Vreedzame School en Vreedzame Wijk trainer. En samen met Hanna zijn we eigenlijk in Leeuwenborg aan het werk om Vreedzaam daar nog meer neer te zetten. En mijn rol in Leeuwenborg is eigenlijk begonnen met ondersteuning van Hanna. En eigenlijk zijn we nu samen op weg om niet zozeer per definitie ondersteuning, maar kijken of we het nog breder samen kunnen uitrollen, zeg maar. Ja. Nou, heb ik een vraag aan jou. Want we hadden het net even over die nieuwsgierigheid. En daarvan, ik denk dat jullie dat zelf ook wel ervaren. Ik zag jullie ook knikken. Die kinderen pikken dat wel op, hè? Ja, die kinderen zijn wel over het algemeen nieuwsgierig. Nieuwsgierig, bereidwillig. Als je daar als leerkracht ruimte voor geeft, precies, want dat is natuurlijk wel de essentie. Ja. Als leerkracht moeten wel de ruimte geven om nieuwsgierig te zijn. En voor ouders, als je het mij persoonlijk vraagt, doe ik. Dat is eigenlijk wat Misha zelf ook aangeeft. Dat is misschien wel de moeilijke stap. Want als kinderen nieuwsgierig mogen zijn, hebben ze ook ruimte nodig om nieuwsgierig te kunnen zijn. Ja, en dat betekent dus dat je niet alle touwtjes zelf in handen hebt als ouder. En kinderen dus andere dingen kunnen gaan doen dan dat jij misschien wil. En hoe ga je daar dan mee om? Dus kinderen kunnen vaak vanuit vreedzaam en zelf bedenken. En agency hebben ze zeker. Maar hoeveel ruimte geef je daarvoor als ouder? En heb je in Leeuwenburg ook, ga ik even naar jou, heb je in Leeuwenburg ook van die bubbels? Kan je ook een beetje onderscheid maken? Ik denk deels wel, maar aan de andere kant vind ik het ook heel fijn dat het een hele gemixte wijk is. Mm-hmm. Dus het is niet bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk waar heel veel tweeverdieners wonen, maar er zit echt veel sociale huur, maar ook een mix van koopwoningen. Dus, en heel veel verschillende culturele achtergronden. Dus
Ja. Wat Miesje net een beetje beschreef, hè, over dat ouders zeggen... ja, ik heb daar zelf niet zoveel belangstelling voor. Misschien de ouders wel, maar het fijne is dat de kinderen op school... en daarom vind ik dat die vreedzame school er is zo heel belangrijk. Op die basisscholen zie je nog heel erg al die bubbels door elkaar. En daar leren de kinderen natuurlijk in eerste instantie samenleven met elkaar. Ja, en je hoopt dat als je ze dat goed aanleert vanaf die basisschool... dat ze dat ook... nou ja, met zich meenemen later nog. Ja, want er gaan wat generaties nu al door die wijk heen. Ja. Want dit is al langer aangaan. Dus je zou nu een beetje het effect moeten kunnen voelen bij de kinderen. Ja, Miesje had het erover dat de Vreedzame Wijk ongeveer 20 jaar geleden ontstaan is. En bij ons in Leeuwenborg zijn we 10 jaar geleden begonnen met, dat heette dan de stuurgroep. Dus dat de scholen, kinderopvang, het wijkteam, die was toen nog niet onder die naam, denk ik. Maar in ieder geval al die partijen rondom dat kind afspraken. We gaan dit gezamenlijk doen en we maken een gezamenlijk pedagogisch wijkplan. En vanaf daar merken we nu dat het, nou ja, sinds of na corona eigenlijk een beetje in sneltreinvaart gaat. En dat er nu die samenwerking steeds strakker wordt en er steeds meer partijen ook aansluiten. Ja. Want jij gaf een heel leuk voorbeeld net toen wij daar stonden over een club jongeren die zelf iets initiëren in jullie wijk. Kun je dat even toelichten? Ja, hadden jullie het net over. Ja, van het voetballen, denk ik. Oh, die. Ja, ik moest even nadenken welke je bedoelt. Ja. Nee, Hanna en ik zijn... er is een club in Leeuwenborg, dit heet Overstag. En die organiseren elke woensdagavond een voetbal voor jongeren. Het is een christelijke organisatie. En eigenlijk, Hanna en ik zijn daar op bezoek gegaan ook. Omdat we heel benieuwd waren van, hoe werkt dat dan? En zij wilden wel graag iets meer weten over de conflicthantering. Zoals we die hebben bij Vreedzaam. En wij zeiden, we komen eerst wel eens kijken. Want ja, wij hebben geen idee hoe jullie werken. En onze verbazing was positief heel groot. Want er bleek al zoveel te zijn. Want wat ze daar eigenlijk doen is elke woensdagavond weer of geen weer. Want toen wij zouden komen was het echt heel slecht weer. Dus wij appten met elkaar van, Hanna, ik weet niet hoor. Gaat het eigenlijk wel door? Ja hoor, weer of geen weer, wij zijn er. Dat klopt ook. Dus alle jongeren in de wijk die willen, die kunnen op woensdagavond gewoon komen voetballen. En zij hebben gewoon een strakke organisatie. En zeggen gewoon, je bent hier om te voetballen. Niet om, even niet zo netjes gezegd, een rotzooi te trappen. Ja. En daar zijn ze ook echt wel naar het kijken van, je komt echt om te voetballen. Denk ik van wat Miesje zei, als je zelf je regels verzint, kun je er ook strakker hanteren. Ja. Nou, zei je ook dat zij dat hele verhaal van dat vreedzaam samenleven en dat mediaten, dat zij dat dan ook toepassen in hun voetbal? Ja, Hanna kan dat misschien ook verder uitleggen, want zij heeft ook, ze heeft die mediatietraining gedaan. Van dat we daar geweest hadden, hebben we het over vreedzaam gehad. En we zagen al heel veel elementen en ze gaven aan. Maar wij willen graag nog wel iets meer handvatten om te helpen bij de ruzies die ontstaan. Dus tijdens het voetballen, maar ook daarvoor of daarna. Toen zei ik, binnen vreedzaam leren de kinderen op school hoe ze conflicten kunnen oplossen. En dat is een heel fijn stappenplan wat je ook heel makkelijk op andere plekken kunt gebruiken. Dus... de vrijwilligers die de zomerweek, altijd aan de laatste week van de zomervakantie organiseren, die hebben we ook een cursus conflicthantering gegeven. En het fijne is, die kinderen leren dat dus op school, maar die gebruiken dat nu ook in de wijk. En ik denk dat dat ook de kracht van Vreedzaam is, dat de opvoeding die je ze meegeeft, dat ze die op meerdere plekken kunnen inzetten. En dat het daardoor ook meer insluit, dat ze daar meer inslijpt en dat ze daardoor meer kunnen oefenen. En ze gaven ook al aan, fijn dat we dat geleerd hebben. We konden het gelijk al inzetten en gelijk al gebruiken. Ja, mag ik daar nog op aansluiten? Want Miesje, jij gaf aan die agency van jongeren. En als je kijkt naar kinderen van de basisschool, want daar heb ik dan vooral mee te maken. Dan heb je mediatoren, hè, kinderen die elkaar helpen bij het oplossen van conflicten. Dat is eigenlijk de eerste basis vanuit wat ze bij Vreedzaam ook graag wilden. Dan zie je vaak dat ouders soms denken van kunnen we dat wel doen? Kunnen kinderen wel elkaar helpen bij het oplossen van die conflicten? Maar van de week was ik toevallig nog op een school in Driebond. En als je dan ziet, de kinderen krijgen training. En als je ziet wat voor oplossingen kinderen bedenken, inderdaad wat jij ook aangeeft, voor hun conflicten. En hoe goed zij nadenken over hun eigen rol daarin. Maar zeker ook de mediatoren, hoe goed zij in staat zijn om te luisteren, terug te vertellen, te parafraseren, noemen we dat dan met een mooi woord. Maar na één keer weten zij het woord parafraseren ook. Hoe goed kinderen daarin zijn, dat is eigenlijk onvoorstelbaar dat we dat als
ouder of als opvoeder eigenlijk zo uit handen nemen. Want wij zijn eigenlijk als opvoeder vaak wel bevooroordeeld en de kinderen proberen dat en zijn dat echt niet. Dus dat vind ik echt heel mooi om van beide kanten weer terug te zien. Zeg maar. Ja, en ik denk ook dat het heel erg... Nee, ik denk nu even. Sorry. We moeten een beetje structuur... Mag hoor, maar dat is hartstikke leuk. Ik wou hem weer terugpakken naar de bubbels. Bubbels? Oh, je wou naar bubbels. Vertel eens. Nou, want bij die conflicthantering leren de kinderen ook echt... dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten. Kijk, dat klinkt voor ons heel logisch. Maar je moet echt leren naar de ander te luisteren. En ook te bedenken, hé, maar wat zit daar dan voor emotionele lading misschien wel achter? Dus op die manier kom je wel een beetje in de bubbel van het andere kind. En dan gaat het niet eens om wie heeft nou wat gedaan. Maar meer om, wat heeft dat voor invloed op jou en hoe voel je je daarbij? Ja. Dus zo leer je toch weer een beetje evenheid. En je kunt verplaatsen in een andere sociale context. Ja, oké. Okay. Nou, dan ben ik toch blij dat je me even onderbrak. Gelukkig maar, ja. Ploppen er bij jullie ook situaties naar boven? Nu we het hebben over die sociale nieuwsgierigheid... en misschien wel even over die knikkerpotjes die net voorbij kwamen. Hè? Dus dat je ineens van die twee verschillende belangen hebt in zo'n wijk... waar je mee geconfronteerd wordt en dan maar iets roepers wat. Ik ben wel nieuwsgierig naar jullie. Want jullie werken ook in de wijk, zijn ook dagelijks betrokken... En je moet er heel actief in zijn, zei Misha ook. Dit is niet iets wat je vanuit je luie stoel kan doen. Maar roep eens wat, ja. Ja, ik dacht, hoe jij je voelt, dat wordt helemaal niet meer gedaan. Want alleen de situatie, de feiten. Ja. We delen alleen feiten met elkaar. Oké. Okay. En niet het gevoel hoe je voelt. Ja. Kan jij het goed verstaan, Misha? Het gaat hierover van dat de feiten met elkaar gedeeld worden, maar het gevoelsleven van hoe voelen dingen, dat daar eigenlijk te weinig verbinding op is. En dat merk jij in, wat is jouw werk? Ja, ja, dat is ook een titel. Opbouw, oh ja, opbouwwerken, ja, nee. Maar betekent het dat jij zegt van, als ik dit verhaal hoor van Misha, denk ik de hele tijd van, goh, maar daar zou eigenlijk meer aandacht voor moeten zijn. Is dat het? Of vind je dat een beetje de schrik van deze tijd? Of... Ja, ik vind juist dat... Zeg het maar gewoon. Ja, ik geef de cursus Grip en Glans aan 55-plussers. Nou, we kunnen ons er wel iets bij voorstellen... Ja. Je hebt vaak een negatieve spiraal naar beneden. Ja. Dat je je somber voelt. Dus dan is het voelen. Ja. Nou, dat kunnen we tegen. Dat accepteren we al niet. Somber voelen, dat mag niet meer. Oh, oké. Okay. Wist ik niet, maar dan weet dat nu ook. Ja. Grip en grond. Ja. Dus negatieve gedachten. Ja. Denken. Ja. Ja. Dat je geen ja. Is er een psycholoog in de zaal? Ja. Nou, kun jij even iets zinnigs zeggen op dit verhaal? Want, Nou, dat moet ik een beetje raden, want ik stond wel grip en glans. En toen kwamen er 5 stadia, die heb ik gemist. Kijk, het enige wat ik kan zeggen daarover is... Ik had een heel leuk filmpje over mediation van kinderen meegebracht. Daar had ik geen tijd voor. Maar daarin kan je zien, en dat is ook de bedoeling van die mediation... die wordt gedaan op de vreedzame scholen. Daar wordt altijd, dat leren de kinderen ook, dat je moet vragen naar de onderliggende gevoelens. Dus dat filmpje, daar is een meisje die heeft tegen haar prachtige witte broek... een modderige bal gekregen... En daar is een enorme ruzie over ontstaan. En die mediator die vraagt de hele tijd... ja, als hij dat nou zegt, wat voel je daarbij? En dan komen er dingen van... ja, nou, ze is altijd al boos op me en ik voel me weggezet. Of, nou ja, hè. Dus die gevoelens... Kijk, we kunnen dit hele probleem wat we nu hebben... dat is de ene kant van... we zouden dat kunnen therapeutiseren. Ja. We zouden het alleen maar over gevoelens kunnen hebben. En daar ben ik niet van die school. Ik vind dat die gevoelens benoemd moeten worden. Die spelen een rol. Maar het gaat natuurlijk ook... hoe we ons ten opzichte van elkaar verhouden en gedragen. Ja. En waar het vooral om gaat... is dat we situaties maken waarop we dat...
ter discussie kunnen brengen. Ja. Nou, wat misschien wel mooi is in dit geval ook, daar heb je misschien nu voor die 55-plussers niks aan, maar in een vreedzame school is een van de blokken, we hebben hart voor elkaar, waarin we daadwerkelijk inspelen op die gevoelens en de verschillende gevoelens. En ik merk dat leerkrachten dat soms best een lastige vinden. Van ja, hoeveel aandacht besteed ik daar dan aan? En kan ik daar wel genoeg aandacht aan besteden? Of moet ik er juist wel aan, zelf niet te veel aandacht aan besteden? Maar juist dat stukje zit erin, omdat gevoelens vaak de oorzaak zijn van een conflict. Ja, we hebben hard voor elkaar, maar we hebben wel even met elkaar. Het voelt niet lekker tussen ons. Daardoor ontstaat het conflict. Dus in vreedzaam zelf zit het ook. Maar het is wel een stukje wat makkelijk ook weggeschoven wordt. Omdat het ook iets vraagt van ons volwassenen. Van ja, hoe gaan wij daar dan mee om? Als je in dit geval de leerkracht bent. Dus het gezamenlijke antwoord is niet therapeutiseren. Maar wel met kinderen tijdig al beginnen over je gevoelsleven en kijken of je hart voor elkaar kunt hebben. Hè? Vertel eens even over dat Hunted. Oh ja, dat is vanavond. Dus als je vanavond in Leeuwenborg bent en kinderen in witte pakken ziet rondrennen, dan zijn ze op de vlucht voor de politie. Dus dat wordt heel erg spannend. Maar kijk, ik vond... Ja, hoi, bedankt hè. Super dat jullie er waren. En nou... Je had, je eindigde met ik heb durven, dat was je laatste zin, hè? Top. Joe, hoi. Kijk, dat Hunter, dat ging er natuurlijk even omdat jullie iets bedacht hadden om kinderen te vinden, verbinden met de politie. Ja, hè? Klopt. Vertel even, leg dat even uit. Ik denk dat het binnen Vreedzaam heel belangrijk is, dat zei Misha ook, dat je elkaar kent. Dus het gaat erom, de jongeren kennen elkaar op straat natuurlijk zelf. Maar als jongerenwerker, als ouder in de wijk, maar zeker ook als wijkagent of straathoekwerker, wil je een relatie met de jongeren opbouwen en wil je elkaar kennen. Want alleen op die manier kun je met elkaar in gesprek als er een keer iets gebeurt, zonder dat je gelijk hoeft te escaleren. En het mooie is om dat ook op dit soort speelse manieren te doen. Dus de politie is aanwezig en gaat het spel Hunted met de jongeren spelen. Echt met als doel om elkaar te leren kennen. Om ook een beetje van elkaar af te tasten. Hoe werkt dat dan als je in aanraking komt met de politie? Om op een volgend moment, als ze een keer in de wijk zijn... Je ziet het ook wel eens als je bij het winkelcentrum bent en er is een groep jongeren, dan zie je daar gewoon de wijkagent tussen staan. Die in gesprek en een beetje aan het ouwe hoeren is met die jongeren, zeg maar. En als er dan een keer echt iets aan de hand is en hij staat voor je deur, ja, dan kun je sneller met elkaar in de samenwerking en sneller in het oplossen van wat er op dat moment gebeurd is. Dus elkaar kennen is hierin denk ik heel belangrijk. Maar ook wel een lekkere sensatie lijkt. Ja, meteen. Dat ik dacht, ja, hoeveel waren er van die er nou, deden? Volgens mij hadden ze 2 keer 40 plekken, maar hebben ze dat al uitgebreid tot 2 keer 75. Dus Nou, een populaire activiteit eigenlijk, hè? Ja. Hebben jullie iets wat jullie... Ja. Ik werk niet in een wijk, ik woon gewoon in een wijk. Ja, je woont gewoon in een wijk, ja. En wat ik zelf merk, we hebben een klein buurtje en dat is van alles gaande geweest deze zomer. Het had heel erg te maken met overlast door jongeren. Maar wat ik merk als volwassenen onderling, dat de emoties heel gauw heel hoog oplopen en ook heel fel worden. Waardoor het heel moeilijk is om een moment te vinden waarop je weer met elkaar in gesprek kunt komen. Ja. Een beetje dat knikkenpotje, hè, waar we het net over hadden. En dan zeg jij van, had ik als kind maar zo'n vreedzame opleiding gehad? Nou. Was ik nu als volwassene misschien ook? Nou, dat had vast geholpen. Maar ik merk ook doordat het steeds... Ik heb het gevoel dat dat polariseren daarin heel sterk gaat. En je hebt dan eigenlijk iemand... Of je hebt in zo'n buurtje, je hebt niet altijd een mediator. En je wil ook niet altijd een mediator erbij. Dus hoe kom je uit zo'n... Ja, zo'n beweging. Zeiksituatie. Nou, wie van jullie kan daar iets zin over zeggen? Ik wilde wel iets over zeggen, maar ik denk dat Misha er misschien nog veel meer over kan zeggen. Nee, hey, doe maar. Het mooie daarvan is wel dat als je hem vanuit het vreedzaam perspectief bekijkt, zeggen we no blame. Dus als eerste zullen we beide partijen naar elkaar moeten willen luisteren. Dus die boosheid moet er eerst af zijn voordat je met elkaar in gesprek kan.
los van het feit of iemand nou schuld heeft of niet. Maar we gaan gewoon luisteren naar hoe we er allebei in staan, beide partijen. En daarna gaan we kijken welke oplossing hebben we dan. Maar wat dat vind jij, Misha? Ja, neem ik vind het no blame, dat is jouw credo. Ja, dat is een hele mooie invalshoek. Als ik het verhaal hoor, dan denk ik van ja, maar je moet natuurlijk nooit wachten tot conflicten zo geëscaleerd zijn, hè, want dan is er niks meer te doen. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat je dit voor moet zijn. Hè? En dus waar het naar mijn gevoel in veel wijken en samenlevingen aan ontbreekt, is dat we met elkaar communiceren nog voordat er problemen en conflicten zijn ontstaan. Dus we wachten tot iets uit de hand loopt en dan roepen we de rijdende rechter of een, ja, of een mediator. Dus ik denk dat als je in de richting bijvoorbeeld van een vreedzame wijk wil werken, dat moet beginnen. Dus de basis dat mensen op een of andere manier elkaar leren kennen en elkaar leren zien. Hè? En dat maakt het een stuk makkelijker, want dan heb je al een soort van verstandhouding, een soort van relatie, ja, hè? Daar, waar je dan op terug kunt vallen als er ergens Een probleem of een conflict ontstaat. Maar die neiging, we slaan dat stadium eigenlijk, hè, we hebben ook heel weinig opbouwwerk meer, bijvoorbeeld wat dat soort processen in wijken van mensen die elkaar leren kennen, ondersteunt en in gang brengt. Dus we zijn heel vaak te laat met dit soort dingen. Ja, oké, dus no blame. We zijn vaak te laat en jij zegt... Ja, ik kan wel een paar mooie voorbeelden geven van waar we dan in Leeuwenborg aan werken. Misschien kunnen we de PowerPoint even 1 of 2 doorklikken. Of moet ik dat zelf even doen? Oh ja, dit is bijvoorbeeld speeltuin Baken. Daar is een hele mooie nieuwe speeltuin gerealiseerd. En voordat die speeltuin er kwam, is er met bewoners, maar vooral ook met kinderen nagedacht over wat ze dan willen dat er in die speeltuin komt. Toen zijn de plannen daar gepresenteerd en hebben we vanuit Vreedzaam ook een bijeenkomst gehouden om vooral ook af te spreken, maar hoe spelen we dan ook met z'n allen op die speeltuin? Als we dan nog eentje verder doorklikken. Dat zijn onze positieve afspraken die we hebben gemaakt. En doordat we voordat die speeltuin er kwam, met bewoners en kinderen en jongeren daar hebben afgesproken, hebben we vooraf al een basis gelegd van zo gaan we met elkaar om. Maar hebben ook de kinderen elkaar en de ouders elkaar laagdrempelig leren kennen. En ik denk dat het belangrijkste is, dat je op een laagdrempelige manier verbinding zoekt. Dat je op die manier de bubbels doorbreekt, dat je afspraken maakt. En als er dan een keer iets gebeurt bij die speeltuin, dan ken je elkaar en kun je elkaar op die afspraken aanspreken. Nou, dat is maar 1 van de voorbeelden. Als we nog 1 doorklikken, dat zijn de buurtmoeders. Daar ben ik zelf heel erg trots op dat we die in onze wijk hebben. Zij lopen 4-5 keer per week rond, hebben een eigen huiskamer, draaien verschillende projecten. Met als doel om als ouders in de wijk in contact te komen met de jongeren. Dus als er dan een keer iets is, dan zijn er ouders in de wijk die de jongeren kennen en die op een laagdrempelige manier in contact kunnen, nog voordat de jongerenwerkers of de wijkagent of wie dan ook nodig is, zeg maar. Ja, kan je zeggen eigenlijk dat bij die buurtmoeder zelf in ieder geval wel die wens was om die bubbel te doorbreken? Dus dat er een soort nieuwsgierigheid was naar de anderen, ja, zeker, in de wijk? En hoe heb je die kunnen verzamelen? Nou, dat was een mede-ouder. Ik ben er op een gegeven moment bij aangesloten, want ik dacht, dit is zo prachtig vreedzaam, dat moeten we ondersteunen, of daar wou ik graag iets mee. Zij zag bij haar eigen kinderen dat die het lastig hadden op straat en dat het niet altijd even lekker ging. Dus zij dacht, ja, als ouder voel ik me daar verantwoordelijk voor en ik ga kijken of er mede-ouders zijn die dat ook zo voelen. Dus echt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid heeft ze daar andere ouders bij gezocht om dat te gaan doen. Ah, zullen we met dit hoopvolle fragment afsluiten? Heel goed. Vind je heel niet? Goed, zeker. Want dit is natuurlijk wel heel hoopvol. Dus dat we ons ook blijven realiseren, ook in deze zaal, al die mensen die hier zitten, dat er natuurlijk ook mensen zitten die zich verbinden aan de wereld, aan de maatschappij, aan je wijk, aan je werk. En individueel kunnen mensen natuurlijk allemaal proberen een steentje bij te dragen. We gaan een punt achter zetten, want we houden van op tijd beginnen, maar we houden ook van op tijd afsluiten. We gooien wel die bar daar open, want we vinden het ontzettend leuk, jullie ook, om met andere professionals en studenten en wat meer gewone wijkbewoners verder te praten. En dan verkoopt Misha dat boek ook nog eventjes met een leuke handtekening erin. Te gek. Ik wil jullie namens de organisatie heel hartelijk bedanken voor jullie komst.